Vanaf vandaag is het officieel dat Dries Roelvink nog iets niet kan, namelijk acteren. Nou gaan filmpremières meestal gepaard met rode lopers, champagne en heel veel BN'ers. Hoe slecht de film of regisseurs ook zijn, ik noem bijvoorbeeld een Thijs Reumer. Maar Dries? Nee, die kent zijn kwaliteiten. En dus wordt de film I Love Dries vandaag getoond in een Van der Valk restaurant langs de snelweg. Weet je op de meeste premières wel wie is en waarom ze er zijn? Ik heb hier echt geen idee, maar dat wil niet zeggen dat de mensen minder interessant zijn. Hallo. 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 Wat doe jij nou hier? Nou, ik kom gezellig kijken. Gezellig kijken? Ja, ja, leuk. Hoor je ervan? Ja, ik word hem echt onwijs. Dankjewel. Hi. Hi. Wat doe jij nou hier? Nou, ik ben met mijn vriendin, zij heeft me uitgenodigd. Jij hebt haar uitgenodigd? Ja. En dat kon allemaal zomaar? Ja, dat kon allemaal zomaar. Dat is helemaal geen probleem. Ontzettend bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Ik ben de man uit jouw doktersroman. Ik ben die ene van je dromen. Ik ben de prins op het witte paard die jou vannacht nog heeft meegenomen. Jij hebt ons en heel de wereld nu laten zien en officieel gemaakt dat jij nog iets niet kan. Ja, inderdaad. Dat is dus heel moeilijk om onder dwang de daad te verrichten. Hè? En hij zei het goed. De vrouwenman van Nederland kreeg hem niet omhoog. Nee. Ik bedoel eigenlijk acteren. Ja, dat was fantastisch. Als je ziet hoe de reacties zijn in de zaal. Iedereen lag in een deuk van het lachen. En daar is de film ook natuurlijk voor. Wacht even, Dries. Dries kan mij even niet volgen. Ik zeg, jij hebt de hele wereld laten zien dat je nog iets niet kan. Begin jij overal mij hoog krijgen? Ja. En jij, maar ik heb het over acteren. Oh, oké. Okay. Nou, dat is jouw mening. Ik denk dat als je de zaal in gaat, dat ze die mening niet met je delen. Maar jij vindt het zelf van wel? Ik vond het zelf wel, ja. Hier naast mij staat Tom Six. Jij bent de regisseur van de film. Klopt. Klopt, ja. Wat een topfilm. Ja, vond je hem leuk? Nou, gelukkig. Echt, de reacties in de zaal waren ook heel leuk, dus ik ben helemaal blij. Absoluut. Je kan vanaf nu voorlopig al je subsidies vergeten in Filmland. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nou heb ik naar de film zitten kijken en wat mij betreft kom je heel dichtbij in de buurt van regisseur als Thijs Reumer. Nou, dat vind ik een belediging. Oh ja? 100 bezoekers? Echt? Nou nee. Ja, en op zo'n première als dit ontpop ik mij natuurlijk als een enorme society watcher. En kijk eens eventjes, ja, dan zie je toch ineens wat mensen aan hebben, meneer. Ja. Het mag wat kosten, hè? Ja, doe ik zo'n leren jackie aan. Uiteraard. U bent ermee bezig geweest, zie ik. Of course. Wat een leuk hoedje. Dankjewel. Hey, bij de H&M. De H&M? Ja. Heb jij dit nou speciaal voor de première aangeschaft? Nee, dat had ik al. Dat had je al? Ja. Wat leuk, joh. Nee, ik zou echt zeggen, van, je gaat naar een première en... Nee. Ik had het al in huis. Het hing zeker? Het hing, ja. Voor het raam. Oh, maar weer. Komt er nog een film? Ja, dat denk ik wel. Nee, Dries. Ja, dat denk ik wel. Dat kan toch niet bij dit blijven. Zo'n succes wat we vanavond al hebben met die première. Dat smaakt naar meer. Het kan heel makkelijk hierbij blijven. Ja, ik word in de rug aangevallen ook. Kijk, daar hebben we mijn tegenstander. Oh, er wilde nog een aandacht. Helemaal top. Je was er wel. En dat je zo'n knappe kinderen kon maken. Ja, dat zie je nou, hè. Ja. Emiel, ik sta midden in een interview. Dan kom jij er even tussen. Sorry, maar moet je weer even aandacht? Ik ben spontaan. Ja, ik heb een gebrek aan aandacht, dus dan moet ik het even hebben. Dames, jullie weten dat Dries hier ook echt rondloopt? Ja. Jullie met een poster op de foto gaan. Ja, hij heeft het zo druk. How low can you go, hè? Ja, nou, nog veel lager dan dit. We staan zelfs echt met hem op de foto. Dus dat is nog erger. Ja, nee. En dan zijn we het eens. Ja, nee, precies. Ja, kom, hoe kan je dat nou zeggen? Dries is toch echt, dat is een schatje. Een schatje, ja? Ja, echt waar. Ja, dat is echt fantastisch. We zijn allemaal zwaar fan. Ja. We werken op dezelfde afdeling. De hele afdeling weet ook dat we fans zijn. Ja. En ze is echt, ja. Is het een film waar je wel een paar wijntjes en biertjes voor nodig hebt? Ja, dat denk ik wel. Lekker een wijntje erbij, bitterbal, ontspannen kijken, lachen, gieren, brullen en ja, de reactie. Eigenlijk een litertje of vijf in wil je denken van, ah, leuk, wel leuk. Dan ben je hem gauw vergeten ook, wou je zeggen. Ja, inderdaad. Die 100 bezoekers van Thijs Reumer gaan we overtreffen. Dat weet ik zeker.
Succes. Dankjewel. Op de fiets en